Zeer waardevolle sprong. 10 is het maximum dat ze kunnen krijgen. En daar zit dus al ingebouwd het risico, de originaliteit, de moeilijkheidsgraad en noem maar op. Hier komt hij, het lichaam is gehoekt in de heupen. En misschien kon het uittrekken wel beter gebeuren. 9,80 is haar cijfer voor die eerste sprong, nu de tweede. De tweede sprong is opnieuw een van 10 punten. En het is dus eveneens die gehoekte Sukahara met volle schroef. .80 alweer voor Chabot en tussendoor zeggen dat de Belgische Vincent Werts uitstekend aan het presteren is hier. Ze kreeg voor haar sprong 9,40. We kunnen het niet helpen, dames en heren, maar de regisseur kijkt hier permanent naast de drie Belgische meisjes. Schouten een 8,60 voor de grondoefening. Dit is weer een Zweedse. Ja, dat was een Sukahara getrekt, maar het is dus duidelijk natuurlijk dat de landing totaal de sprong deed mislukken. Het is wel haar eerste sprong, ze kan het cijfer nog verbeteren. Ze kreeg voor deze sprong 8,90. Ja, de draaiing is helemaal niet goed en de landing maakt dus dat zij moet compenseren door te bewegen naar achter en uiteindelijk dus te vallen. Wellicht doet ze beter met deze tweede sprong. Loopt in elk geval krachtig aan, zet af. En inderdaad, een prachtig uitgevoerde sprong. 9,90 is die sprong waard, maximaal dus. En ik denk dat zij wel iets in de buurt van 9,70 zou kunnen hebben. Het wordt 9,55. We zijn aan de laatste rotatie toe en het staat nu al vast dat Europees kampioene Olga Bicherova zal zijn en dat Lavinia Agache uit Roemenië tweede wordt. De derde plaats van Albina Shigova ligt nog in de balans, maar 1 en 2 kunnen niet meer worden bijgehaald. Klaar voor de grondoefening is Sirta Köpfli uit Zwitserland. De tweede in Zwitserland na Romy Kessler, is ook een tweetal jaar jonger, 17 is ze. In het kampioenschap van Zwitserland kwam ze tot 9,35 voor haar grondoefening. Maar als zij op het niveau blijft van wat hier vertoond is, dan zou ook dat nog te veel kunnen zijn. Dubbele salto om te beginnen. En de muziek onderlijnt hier zeer goed de getoonde oefeningen. Dubbele schroefsalto. En die spreidsprongetjes zijn maar eerder aan de bescheiden kant. En daarna een neemschakeling van flikvlak salto. En het einde. Sirta Köpfli uit Zwitserland. Jana Labakova uit Tsjechoslowakije nu. En dat moet, als in de lijn blijft van vorig jaar, een sprankelend spektakel worden. En dat begint ook met een dubbele gehoekte salto.
geweldig dynamische oefening, vlug ritme. Ja, en dan een zeer moeilijke combinatie van flikvlak, tempo flikvlak en dan die salto. Een beetje de vroegere Roemeense stijl geïmiteerd. En dan dubbel geschroefde salto. Goed gered op het einde daar wat neerkomen. En dat was het. Niet iedereen is gelukkig met de keuze van die soort bewegingen. Maar toegegeven dat het ritme waarin de oefening uitgevoerd was. Bijzonder hooglag. Dat was het begin, die dubbel gehoekte salto. En dan nog behoorlijk opgevangen. Flikvlak, tempo flikvlak, nogmaals salto en dan die dubbel geschroefde salto. Toch wel een niet alleen mooie, maar moeilijke combinatie. Twee juryleden hebben 9,6 gegeven, een derde 9,5. Het is nu wachten naar de laatste score om het definitieve cijfer van Jana Labakova te kennen. Ze wordt getraind door Vera Chavlaska, de grote naam in het turnen. Van de vroeger 9,2 krijgt ze van het vierde jurylid. 9,2, 9,6 vallen weg. Ze krijgt het gemiddelde van 9,6 en 9,5. 9,55 heeft Jana Labakova gekregen voor die oefening. Een behoorlijke quotering. En we zijn hier nu bij Galina Marinova. Voor haar oefening aan de balk. Tot voor enkele uren was dat een bescheiden deelneemster. De derde in de rij, in de rangorde voor Bulgarije. Ze begon met een 9,80 voor haar grondoefening. En sindsdien wordt Marinova toch wel anders bekeken. Ja, en de opsprong was vrij spectaculair. Een salto voorwaarts tot zit en lig op de balk. En dan deze dubbele flikvlak. Flikvlak salto. Neerkomen op één voet. En dan deze niet volledig perfect uitgevoerde voorwaartse salto met draai om de lengte af. Blijkbaar is ze ook niet erg overtuigd van de quotering die zij bij deze oefening zal krijgen. Het is zo dat de afsprong een beetje in verhouding moet zijn met de rest van de oefening. En dat slaat natuurlijk niet enkel op de moeilijkheidsgraad, maar ook op de manier waarop deze afsprong uitgevoerd wordt.
vlak. Het wordt natuurlijk op dit toestel bijzonder moeilijk voor de turnsters om meer dan 9,5 punt te scoren, omdat de jury beschikt over een half punt bonificatie voor virtuositeit en risico. En dat wordt bewezen in de score. Een van de juryleden geeft 9, dat is de laagste. De hoogste geeft 9,4. Dan 9,2, 9,3. Hoog en laag vallen weg. Dus wordt het gemiddelde gemaakt tussen 9,2 en 9,3. Dat is 9,25. Weinig voor Marinova, maar voor de jury is dat in orde. De cijfers liggen in de lijn en verschillen niet te fel met het cijfer dat de voorzitter van de jury heeft vooropgesteld. Dus het blijft 9,25. We zijn nu aan de brug met ongelijke leggers en dit is Sylvia Rauw. Dat moet een allerbeste oefening worden. Het is trouwens haar beste toestel. Dat kippen van de lage naar de hoge legger gaat in elk geval zeer vlot. Stutten naar handenstand, standerbeweging, reuzenzwaai. En dan gehoekte salto af, dubbele salto. Inderdaad, een zeer vlot uitgevoerde oefening. Hier die opsprong tot hang aan de lage legger, opkippen naar de hoge legger en onmiddellijk wisselen in de andere greep. En dan komt die jegersalto, mooi hoog spreiden, kaatsen tegen de lage legger. Salto, grijpen naar de lage legger met halve draai, tussenkippen. Op naar de hoge legger, dichtgebogen armen. Stut naar handenstand. Standerbeweging. Reuzenzwaai. En dan gehoekte dubbele salto af. 9,70, we zien haar terug in de finale. We zijn bij Ekaterina Chabot uit Roemenië, ook al het hoogste cijfer gekregen in de voorbije maanden en jaren aan terug met ongelijke leggers. Dat was de Katchev-beweging, halve draai, kip, halve draai, volledige pirouette. Op naar handenstand, reuzenzwaai, nogmaals en dubbel gebogen salto afwaarts. De tweede was wel een beetje aan de slordige kant uitgevoerd. Maar wat een moeilijke oefening. Kijk maar. Overspreiden met halve draai. Kippen tussen de greep. Op naar de hoge legger. Handenstand. Katchev beweging. Halve draai. En hier komt die volledige schroef. Anderhalve schroef eigenlijk. Maar het was moeilijk te zien in het begin. Op naar handenstand, dat gebeurt wel met licht gebogen armen. En het zou beter geweest zijn als dat met gestrekte armen werd uitgevoerd. En daar dan de dubbele salto. Ze krijgt 9,85, de hoogste score aan de brug met ongelijke leggers. Beter nog dan Olga Bicherova, de nieuwe Europese kampioene. Alweer een van de laatste hoogtepunten in het Europese kampioenschap. Klaar staat voor haar oefening aan de balk, Yurchenko uit de Sovjet-Unie. In de voorlopige stand is Yurchenko fel teruggezakt, had kans op een medaille. Maar 9,15 na die val aan de brug met ongelijke leggers, dat weegt zwaar door. Dat heeft ze niet meer kunnen goedmaken. 9,80 op de grond, 9,70 voor de sprong. Dat is allemaal uitstekend. Ligt in de lijn van haar landgenote Shikova, die op de derde plaats staat. Maar 9,15, dat is moorden. Mooie spreidsprong. Flikvlak salto.
pirouette. En dat wordt wellicht flikvlak en ronddraaien rond de balk. Zoals Shapochnikova die ooit voor het eerst turnde. Het wordt dus wel een deel met uitzonderlijke moeilijkheid en uitzonderlijke waarde. Maar origineel is het niet meer, omdat het dus door meer dan één turnster al wordt uitgevoerd op wereldniveau. En dan de afsprong, dubbele salto. Toch een prima oefening. En daarvoor zal de jury wellicht een hoge score over hebben, zodat Jurchenko toch nog kans heeft om de finale morgen aan dit toestel dan te betwisten. Flikvlak. Salto. En dan het achteroverdraaien via handenstand tot deze houding. Mooi uitgevoerde pirouette. En hier dan die flikvlak vanuit deze houding, enorm moeilijk, ronddraaien, kijk maar hoe de balk beweegt. Opzwaaien, naar handenstand. En dan die voorbereiding. Het is allemaal goed voor 9.70. Een van de jury de gaf zelfs 9.90. Maar die score is uiteraard geschrapt, evenals de laagste. Nog op de balk met Romy Kessler uit Zwitserland. Kijk naar deze houding. Zijwaarts salto. Goede splijtsprong was dat. Flikvlak salto. Er was er een klein beetje evenwichtsverlies, maar enorm goed opgevangen. Dat zijn kleine compensatiebewegingen die zelfs door een strenge jury niet zo zwaar kunnen bestraft worden. Eenmaal flikvlak. En dan de afsprong. Dubbel geschroefde salto tot heel goede stand. Ja, dat was een fijne oefening en zij is er duidelijk gelukkig mee. De balkoefening nu van Chirinski uit Hongarije. Dat wordt waarschijnlijk een eenhandenstand. En dat is dan de eerste die wij zien. Was niet wel volledig gehouden, maar dan wel deze zogenoemde plank op één hand. Evenwicht gekoppeld aan kracht. Dat waren drie moeilijke stukjes in het begin van de oefening. En deze twee spreidsprongen worden met grote amplitude uitgevoerd. Flikvlak en losse salto achterwaarts.
losse overslag. Beetje evenwichtverlies daar bij het uitvoeren van die pirouette. En dat was dan een dubbele flikvlak op het laatste, gevolgd dus door een Tsukahara-achtergrond. Bij wie ook een Belgische zit, mevrouw Van Pamel, geeft tot nog toe als laagste score 9.4, hoogste 9.8. Het wordt het gemiddelde voor Chilinski uit Hongarije, dat zal 9.6 zijn. De laatste turnster op de vloer is Sifrita Eikenskog uit Noorwegen, maar zij is een figurante. De score van dit meisje kan niks meer aan de stand veranderen. Wij zijn klaar voor de prijsuitreiking. Zo, Europees kampioene Olga Bitserova uit de Sovjet-Unie. Het was 10 jaar geleden dat de Sovjet-Unie met Ludmila Turicheva nog de titel won. Tweede, Lavinia Agake uit Roemenië. Derde, Chichova uit de Sovjet-Unie ook. Gedeelde derde plaats met Chabot uit Roemenië. Schitterend teruggekomen. 9.35 slechts op de balk en toch nog gedeeld brons. Dat is schitterend. Vijfde is voor Heese uit de DDR. Zesde, de Bulgaarse Grancharova, gedeeld met Rauw uit de DDR. Achtste, Labakova uit Tsjechoslowakije. 9, Yurchenko uit de Sovjet-Unie en 10, Stojanova uit Bulgarije. De Belgische Vincent Werts komt op een prachtige 26e plaats met 36.65. Dat is bijna goed voor uitsturing naar Los Angeles en met een beetje goede wil van het BOIC zit er dat wel in. Daar wordt trouwens in de komende dagen over gepraat, omdat de normen nu veel te streng liggen. En dan moeten we voor de andere Belgen heel wat verder gaan zoeken. Vinden we dan Sabrin Wendt. Daar is de 48ste met 34 punten rond. En verderop nog Jenny Schouterden op de 52ste plaats. Dat was het, dames en heren. Tot morgen voor de kunst met Amsterdam. De besten uit het algemeen kampioenschap. 2 jaar geleden zijn in Madrid de laatste Europese kampioenschap.